Het is misschien een vreemd gezicht. Maar Linda Gommans uit Horst zegt dat hardlopen met een pleister op je mond beter is voor je ademhaling. En dus voor je algehele gezondheid tijdens het hardlopen. Dus je wordt veel minder moe en je kunt beter ontspannen onderweg. Vanuit haar kas geeft Linda mensen tips om gezonder te leven en bewegen. Sommige mensen vinden het lastig om uit hun hoofd naar hun lijf te komen. En juist door in beweging te zijn... wordt dat vaak een stuk makkelijker, want je ervaart van alles onderweg. Hè? Je voelt je lijf, je voelt de omgeving, je ruikt het groen. Als je door je neus ademt, dan heb je een soort natuurlijke begrenzing van hoe hard je kunt lopen. En dat is ook heel erg goed voor je ledematen en om rustig te trainen. Hardlopen of wandelen met je mond dicht is niet nieuw. Deze methode bestaat al tientallen jaren. En ook topsporters passen dit toe. Maar als het aan Linda ligt, gaan nog veel meer mensen hier baat bij krijgen. Want het is uiteindelijk veel gezonder voor je. Je kunt het lopen langer volhouden, je neemt meer zuurstof op. Je filtert allerlei viezigheid uit de lucht als je door je neus ademt. En ja, het is ook gewoon heel erg goed om te ontspannen. Even een waarschuwing. Deze methode is alleen om te ontspannen. En niet om een nieuw hardlooprecord neer te zetten. Doe dan alsjeblieft je mond open, want anders kiep je natuurlijk om. Op een gegeven moment heeft jouw lichaam zoveel zuurstof nodig dat het niet meer door die neus past. En dan moet je absoluut alle zeilen bijzetten. Maar voor trainen en voor ontspannen sporten, en dat is waar ik voor sta, is ademen door je neus absoluut het allerfijnste. En iedereen kan het leren. Het lijkt heel moeilijk, maar het is het absoluut niet.